In deze video gaan we hoeken berekenen en dat gaan we doen met de tangens. En we werken natuurlijk weer naar dat voorbeeld toe. Nou, als je een rechthoekige driehoek hebt, dat is PQR, dat is de rechte hoek. Dan heb je dus twee keer een rechthoekzijde en je hebt één keer een schuine zijde. En de rechthoekzijden zitten aan de rechte hoek vast... Uh, dit, dit, uh, dit zijn de zijden aan de rechterhoek. En tegenover de hoek van 90 graden zit altijd je schuine zijde. En als je aan de slag gaat met tangens, dan ga je dus aan de slag met TOA. En die T staat voor de tangens van een hoek. En natuurlijk in dit geval P of Q. Natuurlijk niet R, die weet je al. En dan moet je je overstaande rechthoekzijde delen door je aanliggende rechthoekzijde. Dat schrijf ik ook eventjes voluit. En je ziet ook waarom ik liever afkort. Nou, Dit voorbeeldje, als je dus aan de slag gaat, hè, je wil hoek P berekenen. Dan ga je dus aan de slag met de tangens van hoek P. En je overstaande rechthoekzijde, dat is de zijde tegenover hoek P... Dat is dus uh, QR. En je aanliggende rechtshoekzijde, dat is je zijde aan hoek P. En dan kun je natuurlijk afvragen, ja, maar uh, zijde PQ ligt ook aan hoek P. Ja, dat kan wel kloppen, maar dat is je schuine zijde. En je moet dus aan de slag met je rechthoekzijde Als je aan de slag gaat met de tangens. Nou, dan is dit wat je hebt opgeschreven, hè? dus tangenshoek P... Is QR gedeeld door PR, dus T is O gedeeld door A. En als je dan hoe P wil berekenen, dan pak je je rekenmachine erbij, dan druk je op shift tangens. Nou, in mijn geval krijg je a -tan. maar je hebt ook rekenmachines, dus dan staat er TAN en dan staat daar bovenin min -1. En dan tussen die haakjes zet je die preuk. Dan gaan we dat voorbeeld gaan we doen. En de vraag is hier: bereken hoek A en bereken hoek B. En dat kunnen we heel goed doen met de tangens. Nou, de zijde tegenover hoek C, dat is je schuine zijde. Dan heb je twee keer een rechthoekzijde. Dat zijn de zijden A aan de rechte hoek. Die en die. Nou, je werkt vanuit hoek A. Dus BC is je overstaande rechthoekzijde En AC is je aanliggende rechthoekzijde. Dus we gaan aan de slag met de tangens van hoek A. En dan is je overstaande rechthoekzijde BC. En je aanliggende is dan AC. Nou, dan gaan we dat eventjes invullen. Hè, want BC is 4,2. AC is 5,6 en je kunt nu dus berekenen wat hoek A is, want je pakt je rekenmachine en je drukt in shift tangens en je zet die breuk daarin, die staat daar, die zet je tussen die haakjes en dan ga je afronden op een decimaal. Dus hoek A is 36,9 graden. Nou kun je natuurlijk. Hoek B berekenen met behulp van tangens. Maar wat je ook kan doen is het volgende. In een driehoek zijn de hoeken opgeteld altijd 180 graden. Nou, hoek C weet je en hoek A heb je net berekend. Dus dan kun je berekenen wat hoek B is. Dus dan doe je 180 graden min de hoeken die je hebt en dan krijg je hoek B. En dan zet je er natuurlijk even achter dat je gebruik hebt gemaakt van de Hoekenson driehoek. Einde video, tot de volgende keer.